hulpverdiener in de plastic, is meneer Van den Heuvel ook een soort Jan der Movie. U heeft het hele huis zelf gebouwd en ook zelf ingericht, of ja, is dat een binnenhuisarchitect? Nee, alles zelf gedaan. Goud en glans nieuw antiek zijn hier bepalend voor een Prins de Lignac ambiance. Ik geloof wel dat u van goud houdt, hè? Ja, vind ik mooi. Ja. Hoe komt aan uw smaak? Nou, ik zag dit en denk, dat moet ik hebben. In een tijdschrift had hij gezien dat deze meubels bij de Spaanse koning thuis stonden. Dus dat leek Hans ook wel wat. Alleen, ze waren een tikkeltje aan de dure kant. Ik ben eerst naar de winkel gegaan. Daar, en dan was het nog duurder. En heb ik het kaartje afgetrokken. En toen wist ik waar de fabriek was. Ben ik daar naartoe gegaan. En toen heeft hij slechts 12.000 gulden per stoel hoeven te betalen. En de tafel was 40.000. Maar die beviel niet. Daar krijg ik nou een nieuwe van, die één keer zo groot is. Dit is te klein voor u alleen. Vind ik wel. Ja. Misschien dat het aan zijn postuur ligt, maar Hans houdt niet van klein. Zo heeft hij 2 keukens, een aparte waskeuken. Dit is de koelcel en dit de vriescel. Er zijn 11 televisies, alles voor een man alleen. Ik ga nog een stuk aanbouwen. U gaat nog een stuk aanbouwen? 150 vierkante meter. Een balzaal. Ik kan het wel zeggen, ja. En die komt dan hier op het terras. Hans zou toch niet van buiten zitten, dus dat is mooi opgelost. En hoe gaat hij dat inrichten? Die meubels van binnen, die gouden meubels, die komen allemaal hier. Er komt nog bij. Er komt nog een bankstel bij. Dat, die kant een bankstel en hier een bankstel. Anders is het niet symmetrisch, hè? Symmetrie is een must. Het wachten is dan ook dat zijn hondje overlijdt, zodat hij opgezet kan worden naast zijn vorige hond. Meneer Van den Heuvel heeft nog een passie. De glaswerk overal, serviezen. Ja, dan heb ik altijd wel een glastik gehad en een serviezentik. En gebruikt u het ook? Nee, Coca-Cola glaasje. Op de eerste verdieping heeft hij ook nog een kristalkamer. Prachtig. Naast glaswerk, komt allemaal uit Polen, verzamelt Hans ook clowns. Bent u gek op clowns? Eigenlijk niet. Toch heeft hij er 80. Ook langs de rand van het zwembad staan clowns. Zwemt u veel? Nee, 1 keer per week, omdat het moet. Zit u hier elke dag aan de machines? Nooit. Nooit? Nee. Waarom heeft u dan? Ik vond het leuk om te hebben, het hoort erbij. Bent u zelf een beetje gul trouwens? Hoe bedoel je gul? Nou, geeft u geld aan andere mensen. Nou, niet zo gauw, nee. Dan zal ik de spreuk daar niet op hoeven te zetten. De gelukkigste tijd van zijn leven had Hans vroeger, toen hij arm was en in een café werkte. Dat is de reden dat hij het hele café, inclusief tafelkleedjes, biljart, schilderijen en achterzaaltje, later heeft opgekocht en af laten breken en in zijn kelder minutieus weer heeft opgebouwd. Exact op de millimeter. Waarom heeft hij? Had hij zo'n gelukkige tijd toen? Ja, ik herhaal het precies. En die tijden moeten herleven. Ja. Lekker biertje. En daar zit hij dan gezellig in zijn stamcafeetje. Biljarten doet hij niet. En schaken zo te zien ook niet. Naast het café bevindt zich ook nog een aparte ingang voor gasten. Met garderobe en al. Voor de grote feesten en partijen. Die hij niet geeft. En boven op de overloop bevindt zich de kapel. Daar komt hij wel vaak, per slot van rekening zijn we in Brabant. En dit is nagemaakt van het Vaticaan. En zit hij ook dan elke dag een beetje te bidden? Nee. En aan de overkant van het altaar is dan het orgel. Speelt u zelf? Ja, ik kan het wel, maar ik speel niet. Ik heb dat ding nog. En tussen het altaar en het orgel bevindt zich de Sixtijnse kapel. Geschilderd door de broer van Michelangelo, Stefke Angelo. Ik kom zeker in de hemel, hè? Ik ben toch voor Pijlenbeek. Via de voordeur van zijn ouderlijk huis komen we tot slot bij het slaapgedeelte van onze gastheer. Zo. En dit is de kapsalon, dus net als de kapper is. Dat hadden we al gezien. U heeft 2 wc's. Ja. Ja? Waarom? Nou, als ik nu met samen ga wonen, dan iedereen zijn eigen wc. Ja.
Kan ook stereo. En dit is. Oh ja, walk-in closet. Ja. Ja, hier is de slaapkamer. Ja. Hier slaapt ook de hond zolang je nog niet opgezet is. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze rondleiding. Edoch niet voordat we de snackbar nog hadden gezien. Gebruik je dit vaak, die frituurkeuken? 1 keer in de week, zaterdags. Zaterdags is het bal in Huizen van den Heuvel. U ziet, geld maakt gelukkig. Hoewel het in mensland nog steeds tobben is, is in de hondenwereld de multiculturele samenleving allang een feit. De hondenshow in Eindhoven was dan ook een vrolijk multicultureel evenement waarbij alle rassen en nationaliteiten gezellig door elkaar liepen en sliepen. Zo troffen we de Franse Bordeaux-dog, de Deense dog, het Maltese pinstertje en de Argentijnse dog. Zijn die populair sinds Maxima en ons? Nee. Niet. Nee. Dit is een Pyreneese berghond. Dit de Villa Brasiliero. Tijd voor botox. Er is een Franse bulldog, een Duitse rottweiler en een Engelse bulldog. Hey, Pekingese, Newfoundlanders. Heeft u een borsteltje misschien? Zwitserse Sint-Bernard-honden. Het Hongaarse urologje en het Hollandse Wouter Bos buitenpinstertje. Het houden van een hond is een way of life. De hond is huisdier, kind en partner in één. Mag hij in de kamer ook, op de bank? Tuurlijk mag hij dat. Hij mag alles. En mag hij hier bij u thuis in de kamer? Ja, het is allemaal thuis. Oei. Allemaal, hoeveel heeft u er? 4. 8. Allemaal thuis? Ja. Mag hij op de bank? Ja, in bed. Mag ook in bed? Ja. Jongens, mag je overal komen waar hij wil. Slaapkamer ook? Gaat hij in slaapkamer, bed? Hij ligt naast het bed, maar je vindt hem s'nachts wel eens op bed. Ik zeg, en als ze nou sterven, hè? Ja. Dan kan je een mooi haarkleedje van maken. Nee, meneer. Dan worden ze netjes gecremeerd en staan ze weer in de kast bij ons. In een gezellige mok tussen de rest van de familie. De tijd dat een hond gewoon Bello of Vicky heette, ligt ver achter ons. En hoe heet die? Felsi del Leone Fiammingo, maar we noemen haar Aida. En dit is Estelle. Deze heeft gewonnen. Deze heeft gewonnen? Deze DOB. En heeft hij daarom Nee, ze moet even naar buiten plaatsen. Enfin, poedels zijn een klasse apart in de hondenwereld. Poedels zijn net mensen en omgekeerd ook. Zo is er een Vanessa, een Juliette Vossen en een Patty Bart. En dit kan alleen maar Tooske wezen. Toch zijn poedels niet erg populair in Nederland. Je ziet ze weinig. Je ziet veel Fransen en Belgen ermee. Ja, maar ze zijn heel intelligent en veel mensen die kunnen dat ras misschien niet aan. Daar kunnen we het wel weer mee doen. Bij poedels draait het vooral om de juiste coiffure. Zeg, en deze heeft rechte poten en die heeft allemaal van die bollen. Ja, ja. Moet dat, mag dat? Moet dat? Ja, er zijn 3 modellen wat mag. Ja. En dan dit model mag dan, noemen ze Engels puppy. Dus een kuifmodel, ja. En dan die grijze, ik weet niet of u die gezien heeft, die loopt in een modern toilet. Dit is modern toilet. Ja. En dat is dus een continentaal model. Dat is van vroeger, van het, toen ze nog voor de eendenjacht gebruikt werden. Poedels zijn eigenlijk jachthonden. En dan is dit model, het continental model, hoort ook eigenlijk van de eendenjagers. Want dit was namelijk ter bescherming als het koude water ingestuurd worden. Dan zijn dit ter bescherming van de gewrichten. Heeft hier ook hele... Ja. Heeft die bolletjes. Dit heeft dus twee billen erbij. Ja. En dat is ter bescherming van de nieren die hieronder zitten. Het tutten en tuttelen aan honden is voor de bezitter een groot genot. Had u niet liever iets met lang haren willen hebben? Nee, ik hou van kachthaar. Nou, nu zelf, dat die misschien niet kan. En dan nu, speciaal voor Kenneth en Clara, de King Charles Spaniel. Waren ze erg populair de afgelopen tijd? Heel verschrikkelijk, heel verschrikkelijk. Wij kwamen wel eens op straat, hè. En dan zeggen ze van, hé, kijk, daar heb je 2 pimmetjes. Heel Nederland wilde opeens een Pim Fortuynhondje. Hoeveel kosten ze? 7,50. 7,50? Ja. Euro's, hè. Is dat nou ook een King Charles? Nee. Dit is een Bichon Frisé. En dit is een Malteser. En dit is ook een Malteser. Nee, een Bolognese.
Een wat? Een bolognese. Voor in de spaghetti. Hebben één over, vrouw. Zo, nu heeft hij er twee. Meneer. Zeg, wat is er met die hond? Die ligt heel stil. Ja. Wat? De hond is in de ring. Dit is de bontjas van deze. Wat is dit nou voor een hond? Een Chinese naakthond. Een Chinese naakthond? Ja. Is hij... scheert u hem of... Nee, ze behoren zo te zijn. Hij mag dus nooit zonder jas de straat op. Nieuwe collectie is uit, ja. Hier hebben de winterjassen. Waxjassen, chique jassen. En de incontinente hond wordt niet vergeten. Het is ook zeil, dus hij kan gewoon doorplassen. Ja. Ja. Zo'n rubber zeiltje. Handy? Die is groot, hè? Ja, is prima, die ja. Passen. Ja, het zou mij passen, ja. Ja, ja. Het was een heerlijke middag. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. De honden komen hier eigenlijk maar voor één ding: romantiek. Je moet toch ergens je fokmateriaal vandaan halen? Which is the name of the game? Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down. And over and across, romance's boss. Guys talk, girls talk, it happens everywhere. Eyes watch. Niets gaat zo diep als de liefde tussen mens en dier. Als je moest kiezen, de hond de huis uit of de man het huis uit? Dat is moeilijk. Zeker maar. Dan toch maar de man, denk ik. Moet ik dat voor de televisie zeggen? Ja. Dan denk ik dat mijn vrouw eruit gaat. De hondenshow in Eindhoven was weer een groot succes. Het was een harig weekje. Benieuwd wat de volgende keer te genieten valt in Society Minute in Nederland. Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen? Zometeen in Hart van Nederland, een pro-Amerika demonstratie in Den Haag. De actievoerders willen de geallieerden hun steun betuigen. En een bijzondere ontdekking van een vogelliefhebber in Groningen. Hij heeft blauwe kievitseieren gevonden en dat heeft hij in 50 jaar niet meegemaakt. Dit en meer over een paar minuten. Tot zo.